Onderwijs is een bittere ervaring. Daarom trachten diverse onderwijsinstellingen, zoals FAR, een actieve houding van studenten te stimuleren. Alleen op die manier zal er kritisch onderzoek verricht kunnen worden die tracht de waarheid te achterhalen. Woorden van Hans Limapo, directeur van FAR, afgelopen zaterdag bij de diploma-uitreiking van het instituut. Limapo baseerde zijn toespraak op de gedachtegang van de Griekse filosoof Aristoteles. Het onderwijs zal een middel blijven om achter de juiste waarheden binnen de gemeenschap te komen. Aan onze onderwijscultuur ligt ook ten grondslag de gedachte dat in het belang van een democratische samenleving een goed onderwijs een zoektocht naar waarheid. Daarin wordt immers de grondhouding van studenten dat er meerdere waarheden zijn vergroot en als gevolg daarvan ook hun ervaring van andersdenkenden. Ten slotte wordt in deze cultuur die onvermijdelijk als een moeizame en vereisende activiteit overeengehouden, bij studenten ook een actieve houding bevordert die hun analytische en creatieve vermogens om tot innovatie te komen versterkt. Minister Krishnakumari Mathura feliciteerde de afgestudeerden en gaf hen mee altijd integer te blijven in de functie die zij zullen innemen in de maatschappij. Suriname is in de afgelopen periode steeds slachtoffer geworden van mensen die het groepsbelang boven het algemeen belang stelden, meent Mathura, die dan ook zegt zich ervan bewust te zijn dat integriteit niet vanzelfsprekend is. Een positieve attitude, daaraan moeten we werken. Onze overtuiging elke dag praktiseren, zodat het een gewoonte wordt. Dat het deel wordt van ons systeem. De keuze maken wij zelf, welke kant u wil staan. We kunnen niemand en niks de schuld geven van de keuzes die wij maken. Onze samenleving kan alleen stand houden en ontwikkelen door gedeelde waarden en overtuigingen als samenwerken. Collegialiteit, objectiviteit, klantgerichtheid, empathie, transparantie en respect. Deze waarden staan extra onder druk in moeilijke tijden. Mathura benadrukte dat de verleidingen met de dag groter worden en drukte de afgestudeerden op het hart om hun moreel kompas te behouden. FAR heeft aan ruim 70 bachelorstudenten en ruim 30 masterstudenten hun diploma mogen uitreiken.